Ik ben Conor Rousseau, ik ben 28 jaar. Jullie kennen mij waarschijnlijk als voorzitter van SPA, binnenkort vooruit. Maar ik ben ook organisator van een eigen festival, Walhalla Festival, in het Waasland. En heb met heel wat mensen heel wat leuke dingen georganiseerd in het Waasland vroeger, toen ik nog echt jong was. Ik vind het zo wel goed om ook de link te kunnen zijn, of de brug te kunnen zijn tussen de eventsector, de kleine eventsector dan, en de politiek. Wat ik van dit debat verwacht, ik verwacht eerder een gesprek over hoe dat we samen kunnen werken, welke dingen ik kan meenemen ook om mee te geven aan het beleid, hoe dat we het voor de events toch wat makkelijker kunnen maken na corona. Ik denk bijvoorbeeld hoe dat lokale besturen ook hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegen zure buren die events willen verbieden na corona. Ik ken er al een paar, maar ik denk dat we ook wel nu alles op alles moeten zetten. De regels volgen en hopelijk komt er uit debat concrete actie en concreet perspectief om ook die uitzichtloze situatie voor de eventsector om te zetten in iets concreet en iets tastbaar. Goedenavond, ik ben Katrien Vermeer van Sound of Silence. Ik ben woordvoerster ervan. Ik heb heel veel verwachtingen van dit evenement en ik vind het super dat studenten hier hun aandacht op willen vestigen, want events zijn zeker de future. Goedenavond, mijn naam is Steven Drogers. Ik ben onder andere voorzitter van de Belgische eventcateraars. Ik ben zeer blij dat de studenten van de Artevelde Hogeschool het initiatief genomen hebben om dit debat te organiseren. En ik denk dat heel veel mensen die een passie hebben voor de eventsector blij zijn dat er op deze manier perspectief kan gegeven worden en dat er toch nog over ons gepraat wordt op een andere manier. Tot straks. Hallo, ik ben Asger Loof, docent eventmanagement en ondernemer uit het Gentse. Naast mijn opdracht als docent heb ik mijn eigen onderneming, waarmee dat we onder meer de Zomerbar Gazon organiseren, wat een coronaproof alternatief was op de dingen die we normaal gezien doen, zoals Festival Onder Vrienden en Gantourage. Naast de publieke evenementen doen wij ook nog privé-evenementen, vooral grote trouwfeesten, maar die zijn uiteraard deze zomer niet kunnen doorgaan. Ik hoop dat we vandaag een leuke babbel hebben over de toekomst van de sector op korte en lange termijn en vooral hoe we perspectief kunnen bieden aan iedereen, van bezoeker tot student, voor de toekomst. Goedenavond, mijn naam is Bruno Schouwhoek. Ik ben de woordvoerder van de eventsector, van de Eventconfederatie. Wij vertegenwoordigen 3000 bedrijven actief in de brede eventsector, 40.000 vaste werknemers en 40.000 freelancers die actief zijn. Wij vertegenwoordigen iedereen, van de kleine freelancers tot en met de grote bedrijven. En ik kijk uit naar dit debat. Ik ben Geert Maas, verantwoordelijk bij Brussels Expo, de grootste venue van de Benelux, voor alle beurzen en tentoonstellingen. Daarnaast ook bestuurder van Febelux, dat is dan toevallig de federatie van de beursorganisatie. En wat ik uiteraard verwacht van dit evenement hier op Artevelde Hogeschool is waar zij mij gaan vertellen wat de toekomst van evenementen zal zijn. Ik kijk er zo naar uit. Mijn naam is Cedric Koppen. Ik ben zelf derdejaarsstudent in event- en projectmanagement aan de Artevelde Hogeschool. Waarom zit ik mee in het debat? Eerst en vooral ben ik mede-organisator van het debat. En daarnaast ben ik ook studentvertegenwoordiger binnen de opleiding Office Management. Dus ik hoop ook dat ik de stem van de studenten een beetje correct kan vertolken, uiteraard. Mijn naam is Luna Kozelowski, ik zit in het derde jaar EPM en ik vroeg me af in welke mate moet er vanuit het beleid ondersteuning zijn voor de eventsector? Dat is de vraag waarmee we gaan aan de slag gaan. Welkom trouwens ook wat mij betreft op dit studentendebat over de eventsector, georganiseerd door twee studenten. Niet voor punten, maar gewoon omdat we er allemaal wat wijzer zouden van worden. Ik heb hier al drie mensen bij mij. Katrien Vermeijeren, intussen wereldberoemd, dankzij de hashtag Sound of Silence. Steven Drogers en dan ook wereldberoemd in Vlaanderen alvast. Conor Rousseau, de voorzitter van SPA. Voor we die vraag gaan tackelen, misschien gewoon eens vragen, hoe is het met u? De ene dag wat beter dan de andere. Ik heb vanmiddag gezegd tegen mensen, we moeten stoppen met te zeggen, het is goed. Ik heb nogthans gehoord dat we ook moesten stoppen met zeuren. We moeten stoppen met zeuren, maar het is niet goed. Hè. We kijken vooruit naar de toekomst, maar het is een lastig jaar. Hè. En het zal nog een lastig jaar zijn, maar we moeten hoopvol zijn. Dat is wel belangrijk. Ja. Heb jij ook nog dat hoopvolle in jou, Steven? Als ik hier vandaag toekom
En je ziet in deze setting, volledig corona-proof, die mensen terug, ja, dan voel ik wat dat huidhonger echt betekent. Hè. En dan voel ik ook wat dat evenementen en mensen bij elkaar brengen betekent. Dus ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, dat is iets. Ja. Huidhonger, ik denk als ik een jaar geleden dat had gevraagd aan mensen in een eventcontext, dat had niemand van gehoord. Maar nu kan ik het aan de lijve ondervinden wat dat gemist eigenlijk. Hè. Ja, absoluut. Conor, ja, jij beleeft dat natuurlijk voor een stukje anders, hè, heel die coronacrisis. Je hebt het dan ook nog, los daarvan, hè, zelf ook nog eens mogen echt aan de lijve ondervinden. Maar hoe is het eigenlijk met jou? Ça va, denk ik. Maar ja, ik heb ook gehoord deze week dat we niet meer mogen zeuren. Ik vind dat de mensen wel mogen zeuren. Ze moeten misschien niet te veel verwijten. Generaties tegen elkaar opzetten, beroepsgroepen tegen elkaar gaan opzetten, dat is allemaal misschien een leuke vulling op hln.be, op de comments of zo, maar ik geloof niet dat we daar gelukkiger van worden. Dus met mij gaat het goed. Ik zeg altijd, been better, been worse. Dus, voilà. Er zijn ook nog mensen die buiten mogen komen, dus dat geluk hebben we ook nog. Ja, dat wel. Hè. Ik zit 90% van de tijd ook achter een Zoom-scherm, maar ik heb dan 10% van die tijd toch nog de kans om iets naar een tv-studio te mogen of dit te mogen doen. Maar voor de rest is het ook... die Zooms hangen echt mijn buurt uit. Dus, Absoluut. Laten we inderdaad eens kijken naar de vragen die is gesteld. Hè. In welke mate wordt er ondersteuning geboden door beleid aan de sector? Is dat goed? Kan dat beter? Het kan wellicht altijd beter. Maar Katrien, beginnen met jou. Had je het gevoel van in het begin dat er wel contact kon gemaakt worden met die overheid? Of is dat toch een beetje een zoeken, aftasten geweest? Ik denk dat wij als eventsector de laatste jaren keihard gewerkt hebben. Eén iets zijn we vergeten. En dat ze een sterke federatie uitbouwen. En dit wat bijvoorbeeld de horeca heel goed gedaan heeft. Ja. Evident. En dit betalen we natuurlijk nu wel cash. We hebben moeten leren lobbyen. Wat houdt dat in? We hebben dat eigenlijk aan onszelf te denken. En als ik één oproep toch mag doen, is het wel heel belangrijk. Het gaat niet over het hier en het nu alleen. Het gaat ook over de toekomst. En we moeten als sector zeer, zeer bewust zijn dat we daar verder gaan moeten aan werken om aan ons beter verenigen, samen iets veranderen. En dan, ik ga knipoog doen, kunnen we pas vooruit gaan. Ja. En dat is wel een hele belangrijke... Maar misschien is het moeilijke ook wel een beetje dat dit natuurlijk een sector is die enorm gelaagd is. Hè. Ik bedoel, men denkt aan een evenement direct heel snel, klassiek. De wij van Werchter, maar daar komt catering bij, security, al die mensen die we niet altijd meteen zien. Misschien is dat het moeilijke. Dat is eigenlijk een grote sector. Ja, een grote sector, die vooral een hardwerkende sector, denk ik. Als ik denk aan mijn eigen leden, dat zijn in eerste instantie ondernemers. En in mijn laatste evenement voor de corona, denk ik, was hier Compagnie Sicilia. Ik heb daar een biertje gedronken, de subsidieslurper. En ik moest daar eigenlijk recent aan terugdenken, omdat iemand van mijn leden belde mij. Die zei, Steve, ja, het is tof dat we allemaal steun krijgen. En als we die steun niet krijgen, dan waren we er niet meer. Maar ja, we hebben niet gevraagd om subsidieslurpers te worden. Eigenlijk willen wij gewoon kunnen werken. En er is nu eenmaal een mondiale crisis waardoor dat niet kan. Ja. Maar heb je wel het gevoel dat de overheid voldoende snapt hoe die sector werkt en in elkaar zit? Ik denk dat wij... Zowel op economisch vlak als op organisatorisch vlak denk ik dat het beleid niet voldoende kennis geeft over hoe die sector in elkaar zit. Zoals je zegt, er is een grote gelaagdheid. Je kan het vergelijken met een ajuin. Je begint met een organisator, je hebt de venues, de high-asset bedrijven, de catering en people agency en noem maar op. Ook, ja, wij zijn niet te vatten in natiebelcodes. De horeca, 5 natiebelcodes. Overheid kan zien wat is de economische impact. Wij hebben dat niet als sector. Dus het is zeer moeilijk als overheid om dan ook op maat beleidsdingen te realiseren. Want je kan niet zeggen, dat is de eventsector. No, de eventsector is zeer gedifferentieerd en wijdgespreid. Is dat ook inderdaad ook jouw gevoel van aan de andere kant, hè, vanuit het beleid? Van inderdaad, dat is niet zo simpel om te zeggen, dit zijn nu de maatregelen, dat gaat jullie nu helpen? Ik denk dat voor een deel wel. Mijn voordeel persoonlijk is wel dat ik toch achter de schermen probeer om een beetje de brug te leggen tussen events en de politiek. Had je het gevoel dat dat nodig was?
Ik denk het wel, omdat wat jij vertelt, wat jullie vertellen eigenlijk, is heel interessant. Ik hoop deze zomer een kleine editie van mijn eigen festival te kunnen organiseren nog. Dus ik heb wel affiniteit met die sector. En wij beginnen altijd op een lege wei, daar ligt geen water, geen elektriciteit. Daar staat wat doe jij van festival? Sorry dat ik jouw festival niet ken. Nee, maar dat is een heel klein, dus we zijn met vrienden, hè. Dat is, wij doen dat ook niet om broden. Maar daar komen we wel, en dat is wat je heel moeilijk kan vatten vanuit het beleid. Je hebt de rechtstreekse groep die het organiseert, maar daar komen leveranciers bij, partners, zelfstandigen, creatieve mensen. Zo'n groep mensen die eigenlijk in het Waasland bij ons daarmee aan werkt. En die kun je niet direct in beeld brengen. Dat is lastig. Ik denk ook wat natuurlijk het DNA is, wat mij daarin zo aantrok in de eventsector en heel veel mensen, is naast dat heel harde werkers zijn, maar dat weten de mensen zelf ook wel, is dat natuurlijk het DNA van de eventsector is mensen samenbrengen. En regel 1 van het coronabeleid was, we mogen mensen niet meer samenbrengen. Dus dat wringt heel hard. En ik denk dat we begonnen zijn met heel voorzichtig te zijn. En laat me wel even zeggen dat het eigenlijk voor mij en voor het beleid, voor Frank ook niet trouwens, nooit heeft uitgemaakt wie er de langste arm heeft of wie er iemand kent. Het beleid wordt gevoerd op basis van cijfers en experten. Maar we zijn daar zeer voorzichtig mee begonnen, wat goed is. Hè. Ons land kent geen jojo-effect. We gaan misschien een derde golf hebben. We hebben wel een sterke tweede golf gehad. Hè? Ja. Waar deze regering, als ik dat even mag zeggen, niet echt iets aan kan doen. Op het moment dat wij aan zet zijn gekomen, zijn die cijfers wel verbeterd. En we, relatief gezien, dat zullen jullie niet graag horen, relatief gezien hebben we de scholen hier nog open, zijn er een aantal winkels open. Dus als je naar de buurlanden kijkt, valt het hier. Maar mensen willen dat niet horen, hè, want het is te streng mee. Het probleem is, denk ik, en dat is wel een attitude, die denk ik wel nog in het soort beleid kan aangepast worden. Ik vrees dat je op een bepaald moment zodanig voorzichtig kan zijn dat je terug onvoorzichtig bezig bent. Want door op één aspect zo voorzichtig je te focussen, ben je ook onvoorzichtig over andere aspecten. Wat bedoel je daarmee, het risico dat mensen underground beginnen gaan om toch elkaar te zien? Verpoken? Heel veel risico's. Zoals dat gezegd, en Ajuin heeft verschillende rokken ook daarop. We zijn heel voorzichtig, en dat is goed voor alle duidelijkheid, hè. Don't quote me wrong, heel voorzichtig op wanneer kunnen we terug mensen gaan samenbrengen, wanneer kunnen we terug een risico nemen op x aantal mensen samenbrengen. En dat is goed dat we daar voorzichtig in zijn. Anderzijds, leidt dat voorzichtig zijn daar tot heel onvoorzichtigheid rond wat, want jij zegt, je hebt nu die steunmaatregelen, wat met de toekomst van bepaalde bedrijven? Ik ken wel een paar vrienden die zeggen, ja, maar ja, zelfs als ik terug moet beginnen, ik zie het niet, mijn personeel is hier al weg. Of, dat is 1. 2, het mentale aspect. En 3, ook natuurlijk, we gaan hier wel nog jaren mee moeten leven. Ja. De vraag is dan, stel, en dan hangt dat rond ik af, ik heb bijvoorbeeld gedacht, waarom, dat is nu onderzocht geweest, men heeft nog niet genoeg informatie. Maar ik dacht, ja, als iedereen al 1 prik krijgt, dan heb je veel sneller perspectief en kan je openen. Want in september kunnen we plots het nieuws krijgen dat we niet gedekt zijn voor nieuwe varianten. En gaan we dan heel dat spelletje terug opnieuw beginnen. Nu, en jullie toekomst... sector komt... Ja, wat dat we inderdaad perspectief, dat ga ik zeker nog tackelen. Maar misschien eerst even naar wat er al is gezegd. Namelijk, de overheid ondersteunt ondertussen die sector die stil moet liggen, omdat inderdaad gekozen is om een aantal dingen wel gaande te houden. De scholen... Dat is echt topprioriteit en ik denk dat daar velen misschien wel zich kunnen in vinden. Maar heb je het gevoel, Katrien, dat wat de overheid op dit moment aanbiedt, en als ik de lijst zie als buitenstaander, is dat wel wat? Er is de tijdelijke werkloosheid, er is de coronalening, de heropstartlening, het overbruggingsrecht. Is dat onvoldoende om jullie te steunen? Het gaat altijd onvoldoende zijn. Maar het is misschien wel al een goed begin? Het is alles wat je krijgt is een goed begin. Maar ik denk dat we niet alleen mogen kijken naar het hier en het nu als sector. Dat we ook vooruit moeten denken. Het is daarom dat we eigenlijk bijvoorbeeld met Sound of Silence altijd het idee, het is een werktitel, van een Vlaamse eventmeester naar voren schuiven. Iemand die sector een keer in kaart brengt. Want dat gaat van B2B-events tot festivals, tot congressen, maar eigenlijk ook populaire cultuur. Iemand die sector in kaart brengt en kijkt... Ja, wat houdt dat in? Wat kunnen we daarvoor betekenen? Ik denk dat dat echt een zeer grote meerwaarde zou zijn. Dat is natuurlijk iets voor nadien, maar ja. Als je kijkt naar nu, wat heb je nu nodig? Is het onvoldoende? Perspectief, Lisbeth, hebben we nodig. Ja, maar om tot daar te geraken, hoe overleef je tot het perspectief? Hoe zal ik het formuleren? Ja, met geld, maar ik denk... Ja, want ik weet nog, toen jij eens naar de zevende dag kwam... Ja. Dat je heel hard naar het Nederlandse model verwijst, ja, waar je zei van... Ja, de loonsubsidie bijvoorbeeld. Daarboven mogen we mensen wel laten werken terwijl ze gesteund worden. Hey, mocht niet zeggen dat de overheid onze sector nu onvoldoende kent, is ook niet waar. Hè. Er is een confederatie, we zijn een jaar verder, er zijn initiatieven. Hè.
Maar ze zegt ook, niet genoeg, dat is niet altijd in geld uit te drukken. Als je kijkt naar Spanje, Duitsland, Nederland, waar dat er testevenementen worden georganiseerd, en het gaat niet zozeer over het feit van oké, wat het resultaat daarvan is, maar het geeft wel uzelf als ondernemer het idee van, goh, ze zijn ons niet vergeten. Ik zag vorige week het exitplan van de UK, waarin in stappen werd gezegd, oké, op basis van opnieuw besmettingsgraad en vaccinatie, laten we dat niet vergeten, maar op basis van die twee parameters, dat is wat we zouden kunnen staan. Ik denk, als je die boodschap geeft... Heb je dat dan graag? Want men zegt natuurlijk wel, dat is het argument dat je hier vaak hoort van de virologen, ja, het risico is dat we dan beloftes gaan maken van neem nu, pakt 1 mei en er komt een derde golf en dan is iedereen nog meer teleurgesteld. Maar dat vind ik eigenlijk, dus ik ben blij dat je dat aanhaalt, ik vind dat eerlijk gezegd een stukje bullshit. Het is normaal dat een viroloog dat zegt, zijn experten, zij moeten adviezen geven. Maar voor mij gaat politiek en in het algemeen gaat over een stukje leiderschap voor alle burgers. En als je dan kijkt naar onze doelgroep, want het gaat veel verder dan evenementen, cultuur, toerisme, horeca, allemaal mensen die het moeten hebben van bijeenkomsten van mensen, dan denk ik dat mensen vooral leiderschap waarderen. En perspectief, dat is ook zo'n platgereden woord op dit moment, maar het gaat dan voornamelijk over een gevoel die bij de mensen leeft, die bij de jongeren leeft. Nu, dit weekend, of deze week ook, lanceerde Maarten van Steenkisten, de motivatiepsycholoog, het idee van laten we inderdaad tussendoelen stellen. En als we naar ongeveer zoveel ziekenhuisopnames gaan, dan moeten we misschien de groepsbubbel kunnen uitbreiden en dat soort dingen. Is dat een manier om inderdaad stapsgewijs doelen te geven en dus perspectief te geven? Natuurlijk opletten wat ik nu zeg, want dit wordt niet live uitgezonden. In het moment dat dit uitgezonden wordt, is er al een overlegcomité gepasseerd. Normaal gezien, maar dus ik weet het niet, want het is nog niet gebeurd, normaal gezien zouden we op het overlegcomité van voorbije vrijdag, voor mij nu komende vrijdag, ik ga het geen exitplan noemen, maar wel een roadmap met pitstops. Je gaat soms pitstops moeten nemen, je gaat die auto soms even aan de kant, maar wel een roadmap welke zeg. Ik denk dat als je daar heel eerlijk over communiceert en leiderschap toont, wat ik vind dat Frank ook echt wel doet, dat je geen valse hoop geeft, maar wel heel duidelijk van oké, dan kunnen we ons daaraan verwachten. Dat gaat alleen al iets doen aan de uitzichtloosheid. De mate die ik heb in de eventsector, die zeggen, ik zie het gewoon niet. Ik zie het niet komen, dus uitzicht. Dat is één. Twee, perspectief, is een platgereden woord, maar je kunt ook concreet omzetten in acties. Vandaar onze oproep voor dat zomerfonds, dat we zo gezegd hebben. Dat we hoe die festivals er gaan uitzien, dat kan ik er nog niet zeggen. Maar dat we wel events gaan hebben deze zomer, daar ben ik wel van overtuigd. We hebben dat vorig jaar gedaan, toen er niemand gevaccineerd was. Gaan mij toch niet zeggen dat als er miljoenen mensen gevaccineerd zijn, dat we niets kunnen doen. Maar het moet ook wel rendabel zijn. Dus dat is ook wel een belangrijke... Ook in de zomer, voor alle duidelijkheid, als het perspectief is, we gaan het allemaal kunnen doen wat je vorige zomer hebt kunnen doen, dan zijn er geen bedrijven meer. En ik denk dat... Ook niet met al die ondersteuningsmaatregelen die er nu zijn, en de heropstartlening. En ook, ik heb begrepen dat je iets mocht op poten zetten. Ja. Lukt het niet, dan komt men daar intussen. Lukt het voor een stukje, dan komt men daar deels in. Ik ga het even een voorbeeld geven. Ik denk dat dat duidelijk is. Ik kom zelf uit een high-asset bedrijf die heel veel investeringen doet. Weet dat wij 500.000 euro per jaar aflossen. Dat wij meer dan 500.000 euro afschrijving hebben. Wij vallen terug op 15% van onze omzet. Ja, eerlijk, alles waar wij de laatste 20 jaar voor gewerkt hebben, is opgebrand. En ik ben dan zeer blij met 7.500 euro. Maar dat is veel geld, maar eigenlijk is dat niet... Van het zomerfonds is dat je een project kan indienen. Je krijgt daar de voorschotten voor en lukt het niet, dan... Ja, maar dan moet je een organisator hebben. Bijvoorbeeld, ik hang van B2B-events. Ons bedrijf dan hangt van B2B-events af. Festivals is eigenlijk ook maar een klein deel van deze sector. Mensen vergeten dat. Het grootste deel van events zijn B2B. Het Zomerfonds gaat over meer dan... Het gaat over mij. Voor mij gaat dat over events in de brede vorm. En daarom, omdat je zei, als ik dat toch nog even mag duiden, waarom ik dat een belangrijk voorstel vond, omdat mensen wel al terug aan de slag kunnen. Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben... Maar schiet mij niet dood als ik mis ben, maar ik ervan overtuigd ben dat je wel met vaccinatie... Sneltesten is hier nog niet aan bod gekomen. Ik wil daar nog eens voor pleiten. Zet die sneltesten in. En dan je besmettingsgraad, dat we daarmee aan de slag kunnen om deze zomer meer mogelijk te maken dan vorige zomer. Het zou er nog aan moeten mankeren. Ja, als we willen dat er deze zomer zaken gebeuren, moet je die nu wel beginnen voorbereiden op een veilige manier. Dat garantiefonds moest eigenlijk zeggen, we geven u een incentive om dingen te beginnen organiseren. Kun jij het organiseren zoals je het voorzien hebt, dan geef je dat geld terug, want dan zou het rendabel moeten zijn. Zijn er een aantal elementen waardoor het minder rendabel wordt, dan steken we een stuk toe.
Of dat allemaal perfect zoals vroeger gaat zijn, dat durf ik niet zeggen. Maar er moet absoluut, wat mij betreft, meer mogelijk zijn dan vorige zomer. Maar dan maak je dat perspectief concreet. Nog heel, heel kort over die testen in het buitenland. Ik heb ook zoiets een mail gestuurd van, ja, maar mannetjes, in Barcelona, in Nederland, in Duitsland, zijn mijn testen aan het doen. Ja, dat komt er normaal gezien hier ook wel. Ik heb mij laten vertellen dat er hier ook wel projecten zijn ingediend om dat te doen. Dat gaat hier dan helaas een paar weken trager, maar we kunnen misschien wel nog een betere test doen, omdat we dan die data hebben uit de buurlanden, ja, en daar dan mee echte goede testen doen die perspectief kunnen bieden. Ja. Dat hoop ik. Maar denk jij, ga jij bijvoorbeeld zelf gebruik maken van... Het zomerfonds, het eventfonds, om dingen te gaan bekijken. Maar ik denk dat Katrien daar terecht aanhaalt. We mogen niet vergeten dat de evenementensector, B2C, festivals en dergelijke, dat er een hele grote B2B-kant aan is. Waar dat er ten eerste een hele grote vertraging is. Het is niet omdat ik vandaag de vraag krijg om een bepaalde opdracht te doen. Ja, daar zit 3-4 maanden vertraging op. Maar dat hangt ook samen met het algemene consumentenvertrouwen. Hebben wij er vertrouwen in, ook buitenlandse organisators of klanten, hebben die er vertrouwen in de Belgische overheid, dat die roadmap, die dan misschien gelanceerd wordt, dat we dat ook gaan namaken. Heb je het gevoel dat er vertrouwen is? Ik denk dat we op een jaar tijd... er is een regeringswissel geweest, er zijn verschillende mensen in stelling gebracht. Ik ben zeker akkoord bij Frank van den Broeke dat er nu een aantal mensen op bepaalde posities zitten die wel leiderschap tonen, maar we hebben ook heel veel tijd verloren. Dat is zo jammer. En dat, cru gezegd, mijn leden die fretten er kas op. Die kijken ook niet meer naar journaals of whatever, wie dat daar ook allemaal passeert. Het heeft ook allemaal te maken met vertrouwen. En tuurlijk, in een B2C-markt wil ik graag een pintje gaan drinken op een festival. Ja, je ziet het initiatief van het bevrijdingsfeest. Mensen zijn al tickets aan het kopen. Tof. Ja, het toont wel dat mensen er klaar voor zijn. Maar bedrijfsmatig, dat vertrouwen is er dan toch? Dat vertrouwen is er, maar we mogen zeker dat B2B-markt niet vergeten. Denk ik. Maar natuurlijk wordt ook wel eens gezegd, er is eigenlijk door de sector enorm ook veel met overleg geïnvesteerd in zo het opstellen van zo een corona-event-risk-model, dat CRM-model, ja, met die protocollen. En men heeft het gevoel van, ja, de protocollen liggen er, maar er is precies geen vertrouwen in ons om die voldoende te kunnen uitvoeren. Maar jawel, maar wat mij betreft is er hier veel vertrouwen in de eventsector, voor alle duidelijkheid ook. Allee, het vertrouwen is er, vaccinatiecentra worden ook de eventsector betrokken om daar toch een paar, niet iedereen, maar toch een paar mensen terug aan het werk te krijgen. En dat toont heel duidelijk aan dat we iets als onze volksgezondheid mee samen doen met de eventsector. Dus dat vertrouwen is er. Alleen, nogmaals, heel wat mensen gaan nu dingen tegen elkaar afwegen. Wat moet je doen? Wat zijn de paar basisregels die je weet wat je moet doen om dat virus in te dijken? Dat is zorgen dat er minder contacten zijn en minder verplaatsingen. Ja, zelfs met zo'n protocol, dat was ook waarom de kappers trager en waarom de schoonheidsspecialisten trager en waarom zit daar vertraging op? Omdat je echt wel wat tijd moet laten tussen het vermeerderen van het aantal. Wat begrijp je dan een Stanny Krets die dan afgelopen weekend, 2 weekends geleden intussen, en tegen naar jullie kijken 3 weekends geleden, toen het echt mooi weer was, een theaterplein in Antwerpen ziet vollopen en die zegt, ja, dat is eigenlijk een festival, maar niet gecontroleerd, laat het ons dan goed doen. Begrijp je die frustratie? Ik begrijp dat enorm. Ik heb ook gezegd toen, de mensen moeten de regels volgen, maar soms moeten de regels ook de mensen volgen. Ik heb daar dan kritiek over gehad, omdat dat zo gezegd niet mocht gezegd worden, maar dat bedoel ik. Alleen, het is wel niet de bedoeling dat die pleinen vol zitten. Maar ik ga je eerlijk zijn, moest ik 18 jaar geweest zijn, ik had hier waarschijnlijk ook op Sint-Pietersplein een pint staan. We hebben nu cirkels getrokken op Sint-Pietersplein, waar we in een kring kunnen gaan zitten. Als de Sint-Pieters gaan zien, wat zullen we eraan houden? Maar de reden is, 7 op de 10 mensen voelt deze crisis niet. Hè? Ja. Ja? Dus ja, wij zitten nu in de sector waar de klappen vallen. Dus voor ons is het wel pijnlijk als je volle treinwagons naar de kust zie rijden, dan denk je, oh boy. Voel je je dan miskend door de overheid? Ik denk niet dat de overheid hun schuld is. Ik denk wel... Nee, maar van dit mag wel, maar laat het mij gecontroleerd doen en ik maak er wel iets van. Ik denk dat wij wel een bepaalde professionaliteit hebben om het gecontroleerd of gecontroleerder te kunnen... Nee, dat is hetgene dat we doen. We zijn daarvoor opgeleid, we doen niet anders. Dus dat is wel logisch. Maar... Het grootste probleem is ja, in het begin was het tout ensemble. Hey, de ploeg van 11 miljoen, we gaan het allemaal samen overwinnen. En nu heb ik wel het gevoel dat bepaalde sectoren blijven in die hoek zitten en dat het tout ensemble wat weg is. En dat begint wel pijn te doen voor de sectoren die aan de kant blijven zitten. Heb je daar, want jij hebt ook die hashtag Sound of Silence gelanceerd, heb je inderdaad... Want dat heeft enorm veel veroorzaakt. Toch het gevoel van, wij worden nog altijd verzwegen, doodgezwegen? Nu, ik denk dat we echt wel hele goede stappen gedaan hebben. En we hebben ook 2 mensen die heel sterk, heel snel geleerd hebben wat lobbyen is.
Dus ik doe daar wel mijn pet voor af. Maar ik denk wel dat we de druk moeten blijven hoog houden. Ja. Ja. Het is wel een beetje... Hey, wat ik toch wel geleerd heb, en ook met BECA stonden we mee aan de basis van de Confederation Events, er is een organisatie, er is een aanspreekpunt. Bruno, woordvoerder, komt hier straks ook naar aan de post. Maar België is een lobbycratie. We moeten daar niet flauw over doen. Hè. Dat is nu eenmaal zo, dat wij aan de lijve ondervonden. En wat ik dan zeer cynisch vind, hè, want de vraag wordt vaak gesteld, wat kan de evenementindustrie doen? En Connor terecht maakt nu met de vaccinatiecentra de brug naar... Er zijn heel veel eventgerelateerde bedrijven die daaraan meehelpen. En is dat ook zo? Worden jullie echt ingezet? Ik zie toch inderdaad wel collega's meehelpen. En dat is tof, maar langs de andere kant, als het dan gaat over het logistieke... Hè, we weten allemaal dat we een beetje achter zitten in het toedienen van die vaccins. Voor mij, en ik moest op weg naar hier ook daar een mooie metafoor aan denken, dat is gelijk dat je tegen Herman Schuurman zou zeggen... Zet uw podium maar neer, hè. Je mag dat allemaal in goede banen leiden, maar de programmatie, dat zullen wij wel doen. Hè. En daarin heb ik toch een wrang gevoel. Dat jullie de programmatie moeten doen, dus... Nee, maar het is zeker niet zo, en Bruno, je kunt straks vragen aan Bruno, dat wij actief een onderdeel zijn en dat we onze kennis, hè, zoals dat Katrien het terecht zegt, dat die effectief gebruikt wordt. Dat is vandaag de dag nog veel te weinig. Er is een aanspreekpunt, er is een confederatie en het is ergens wel, hè, ik ga niet zeggen wie dat luidste roept, wordt meest gehoord, maar dat is nu eenmaal hoe dat werkt. En langs de ene kant is dat ook zeer frustrerend, denk ik. Maar ik merk ook de kracht wat media doet. Dat vind ik ook nog altijd. Ik heb dat heel zwaar onderschat. De kracht van media is ook wel gigantisch voor de sector. En ik denk dat we moeten blijven strijden voor deze mooie sector, voor de mensen die voor ons werken. En soms is het gewoon frustrerend dat je heel lang op het dossier werkt, zoals de loonsubsidie. Hey, dan gaat dat, ja, maar Vlaams kunnen we daar niks aan doen. Hup, naar federaal. Raad van State keurt het af. Hup, weer naar Vlaams. En dan denk je, ja, allee, die crisis gaat gepasseerd zijn en het is gedaan. De staatsstructuur, dat is een heel ander debat. Maar wij moeten wel natuurlijk als bedrijven schakelen. Zorgen dat we wel als goede huisvaders, moeders, alles mooi onder controle kunnen houden en dat we niet op die rand zitten van faillissement. Maar jij zei daar straks als... Eén voorbeeld mag geven. Hè. Je hebt het daarnet aan, de CERM. Hè. Wij zeggen als eventsector, kijk alsjeblieft niet naar aantallen, hè, want ik hoor het straks weer gebeuren, hè, 50 man, 200 man, maar kijk naar densiteit. Hè. In een Horeca Expo of een Flanders Expo of de Heizel, ja, daar kunnen een aantal veel meer mensen in dan wanneer je op deze oppervlakte even mensen organiseert. Dat model is er, hè, is gelanceerd geweest. Ja, op dit moment wordt het niet gebruikt. Je zei daar straks ook van, de zomer moet zeker niet een heruitgave zijn van vorige zomer, want het moet rendabeler zijn. Stel nu inderdaad dat men zou zeggen van, het zijn kleine evenementen, zeer sober, hè, het is binnenkomen en bijvoorbeeld naar de muziek luisteren, maar geen catering, geen randactiviteit. Is dat dan voor jou nog interessant? Maar je zegt het zelf al, geen catering. Mijn leden, dat zijn eventcateraars. Die zijn allemaal... Dat men zegt, van, dat gaan dat soort dingen, want dat geeft ook mobiliteit. Die zijn aan het overleven. He? Die doen nu takeaway. Er is een algemene takeaway-moeheid. Ja, bon, op den duur raakt uw cash ook opgebrand. Als ondernemer. Gaan we hier niet hoopvol zijn? Dat is eigenlijk het laatste thema. Nee. Ja. Maar gaan we hoopvol zijn? We gaan deze zomer... We gaan hoopvol zijn. Misschien ben ik naïef. Heb je kaartjes gekocht dan voor het bevrijdingsfeest van Tom van Hoorn? Met plezier. Ik moet mijn eigen sector ondersteunen. Ja, anders zou ik zelf niet in de professionaliteit van mijn sector geloven. Maar ik denk dat het heel belangrijk is op dit moment dat de overheid het consumentenvertrouwen terug opkrikt bij onze sector. Dat ze ook de mensen zeggen van, koop maar die kaartjes. We geven een perspectief en niet zo van, goh, een kaartje voor het Sportpaleis, dat zou ik niet kopen in september. Dat is heel slecht gevallen. Hè? Ik weet niet of jij dat toen ook hebt gezien. Alexander De Croo die de vraag kreeg, van ga je kaartjes kopen voor Clouseau in september? En die dan zei, ik ga dat niet doen, niet omwille van Clouseau, maar omwille van september. Moet de politiek soms niet zeggen van, ik ga zeker kaartjes kopen voor het bevrijdingsfeest, voor Clouseau, Comifo, you name it? Ik heb nog geen kaartjes gekocht, ik heb me wel al op aanwezig gezet op Facebook voor het bevrijdingsfeest. Maar ik moet eerst eens zien wat de gemiddelde leeftijd is en of ik daar wel kan. Ik heb begrepen dat iedereen tot 45 zeker welkom is, dus ik zit op een grens. Oh, nee, dat, we kunnen daar dan allemaal samen een pint drinken, dat is toch schitterend. Moet de politiek ook inderdaad niet durven zeggen, Koen Wouters, Sportpaleis september, ik hoop het, ik koop alvast mijn kaart. En on verra bien. Ja, ik hoop het dat het kan. Of, of misschien gewoon niets op zeggen, ik weet het niet. Ik hoop dat er deze zomer wel wat dingen mogelijk zijn. Ik ben daar ook van overtuigd. Maar ja, ik ben ook altijd wat voorzichtiger geworden de laatste weken. Wat je daar nog over kunt zeggen. Want je wilt geen valse hoop geven, dat mag je niet zeggen. Je moet perspectief geven, dat mag je niet meer zeggen. Je moet iets concreter voorstellen, dat doen we dan wel. Maar niet iedereen is er altijd mee eens.
Ik denk gewoon, ja, de eventsector is altijd al een sector geweest die heel risicogebonden was. Als je outdoor dingen organiseert en het regent in dit land, wat ook wel al soms is gebeurd, dan heb je een risico. Dus de kwetsbare mensen in corona worden dubbel hard getroffen. De kwetsbare sectoren worden ook dubbel hard getroffen. En ik denk dat dat hetzelfde is voor de eventsector in ons land. Ik kan alleen maar hopen dat we één de maatregel nog wat blijven volgen. Want ik probeer wel aan mijn jonge volgers uit te leggen dat elk feest met 30, 40 man dat je binnenhoudt nu, terwijl dat niet mag, de kans dat je op een bepaalde datum events organiseert, verkleint. Maar ik kan u wel verzekeren dat ik geen schrik zou hebben in het feit dat er consumentenvertrouwen gaat zijn. Ik heb een reportage gelezen over Netsky in Nieuw-Zeeland. Ja. Alles is daar open, als er elke avond feesten. Ik kan u verzekeren, in mijn omgeving, mensen die wel veel zijn uitgeweest en zo vroeger, het moment dat er terug cafés open zijn, het moment dat er terug events mogen, ze staan er overal. Ja, maar ben akkoord. Maar om maar een voorbeeld te geven, er staan al events gepland voor juni bijvoorbeeld, maar dan moet er heel snel wel een signaal komen dat ze ook kunnen onder bepaalde voorwaarden. Als dat niet komt, ja, dan zien wij dat ook weer verdwijnen. Hè. Maar heel duidelijk dan dat over die voorwaarden. Ja, van ook, hoe moet het? Ja. Je kunt, als je gewoon authentiek communiceert en mensen begrijpen dat, en ik denk ook niet overcommuniceert, maar kijk, voilà, dit is wat we kunnen, maar dit zijn nu eenmaal de parameters. Dan begrijpen mensen ook waarom dat iets wel en niet mag. En uiteraard is het voor iedereen lastig. Hè? We mogen niet meer neuten, maar hè, niet neuten, niet plooien, zeggen we hier. We plooien niet. Maar dat lucht al een keer op als je daarover kunt neuten. En als je dan weet, oké, daarom kan dit nog niet en kan dat wel, ja. we go on. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik wou nog even vragen. Hè, er zijn nu heel veel steunmaatregelen, en je zei het ook al in het begin. Katrien, van jou moeten wel langere termijn denken en niet alleen het geld nu. Maar heb jij ook het gevoel, Connor, dat wat er nu gaande is, bedoel, de vangnetten die er zijn, de steunfondsen, en dat we die wel langer gaan moeten aanhouden, ook als we allemaal al terug gevaccineerd zijn, omdat zo'n sector nu eenmaal moet kunnen terug rechtkrabbelen? Ik denk het wel, maar eerst en vooral, om heel eerlijk te zijn, dit land is rete ingewikkeld georganiseerd. Dus er zitten dingen federaal, dingen Vlaams. Ik ben er zelf nog niet volledig uit. Laat staan dat mensen die er niet dag in, dag uit mee bezig zijn, zien dat dat georganiseerd is. Twee, ik denk dat we, ik denk het, ik pleit er niet voor, ik denk het luid op, dat we op termijn ook naar een soort overgangsbepalingen gaan moeten kijken. Een maat van mij werkt in de eventsector, die zegt ik krijg iets van de overheid. Ik zou eigenlijk ergens willen gaan helpen als vrijwilliger. Ik zou iets willen gaan doen ondertussen. Maar ja, als ik dat ga gaan doen, dan heb ik minder dan. Dus eigenlijk om te gaan werken, heb je minder dan anders. Natuurlijk, vanuit de overheid begrijp ik dat dan ook. Als ik dat dan zeg tegen mensen, dan stuur ik dat zo door. Ik ben zo'n ambetante die al alles wat ik binnenkrijg zo doormail naar het kabinet. En dan zeg ik van, dat is toch niet logisch dat die dan minder... En dan zeg ik, ja, maar ja, als we dat moeten gaan controleren, één per één van al die mensen, of als ze gaan werken, of als ze meer of minder overhouden, dat is onbegonnen werk. Ja. Ik denk dat je daar een overgangsbepaling gaat moeten gaan. Ik denk het wel, maar ook nog eens onderstrepen misschien. Ik zit hier als politicus, dus kan ik ook iets politiek zeggen. Eén ding nog. Ik ben wel heel blij dat we het als een overheid goed werkt en mensen kan steunen. Solidariteit op overheidsniveau, een sterke overheid. Ik ben daar fan van. Hè. Ik denk dat je heel veel leden gaat winnen. Maar... De afgelopen jaar, de positie van de overheid, een jaar geleden tot nu. Ja. Ik denk dat veel mensen daar op een andere manier naar kijken. Ik heb een laatste mensen vraag. Die zeggen, we hebben de overheid niet nodig, liefst zo weinig mogelijk. Ja, en die overheid moet nog veel beter en efficiënter functioneren. Daar gaat u mij altijd akkoord te vinden. Maar ze is er wel, hè, als ze nodig is. Ik heb een laatste vraag. Ik heb een laatste vraag voor jou, Connor, want dan gaan we dit eerste thema afronden. Dat was een vraag van de studenten. Namelijk, in Japan komt er een minister van eenzaamheid. Zou het geen goed idee zijn om een minister van beleving en verbondenheid te verkiezen? En is dat niets voor Connor? Ik doe mijn job nu ook graag. Maar als ze dat echt, echt willen, dan zal ik dat doen. Okay. Maar ik weet niet of dat er nog... Ik denk dat we ministerposten genoeg hebben in het land, dus ik zou er geen gaan bijmaken, eerlijk gezegd. Dan moeten we er eerst 10 andere kunnen afschaffen, denk ik. Maar kijk, voilà. Maak u alle drie hartelijk dank je. En jullie twee die zien we zo meteen ook nog terug. Dank je wel. Dank u. Hallo. Ik ben Senne, een derdejaarsstudent event- en projectmanagement. En ik heb een vraagje voor jullie. De eventsector is meer dan alleen feestjes bouwen. Nu, welke maatschappelijke rol zien jullie weggelegd in deze sector? Ja, dat is inderdaad ons tweede thema. Met twee mensen jullie zeer wel bekend, neem ik aan. Hè, want jullie krijgen normaal gezien les van Asger de Loof en
Cedric, ja, die heeft jullie hier toe gedwongen. Dus, en hij mag dan nog zelf ook deelnemen. Ik vind dat wel geweldig. Hè? Ik organiseer iets en zit mee op het podium. Zo moet je het doen, dus dat zit al helemaal goed. En dan Geert Maas, hè? Head of Affairs and Exhibitions van Brussels Expo. Je schrijft al maanden op jouw Facebook, hè? Ik ben niet essentieel. Vreet het? Het vreet verschrikkelijk. En ik hou van de vraag eigenlijk van wat is het maatschappelijk belang? Wat is het maatschappelijk belang van een niet-essentiële sector? Eerst en vooral, als je wordt weggezet als niet-essentiële sector, het doet wat met een mens. Niet elke dag. En als het mooi weer is, valt dat al wel nog wel goed mee. En met het nodige alcoholverbruik ook. Maar het blijft een feit, als je wordt weggezet als niet-essentiële sector, dan... Ja, dan voel je je minder nuttig. Dat doet iets met je binnenste, met je zelfwaarde. Je gaat aan jezelf beginnen twijfelen. Je gaat aan je evenementen, je beurzen beginnen twijfelen. Hebben ze nog toekomst? Hoe ziet die toekomst er dan wel uit? Maar gelukkig zijn, en mijn grijze haren zijn daar het bewijs van, met ouder te worden weet ik ondertussen, Lisbeth, dat wat niet essentieel is, soms ook wel heel onmisbaar is. Je hebt die studie gekozen. Ja. Is dat omdat je ergens maatschappelijk relevant wil zijn op een of andere manier? Goh, ik denk enerzijds als je zoekt dan naar een studie om iets te gaan doen met je toekomst. Zo'n kleine kinderwens zegt toch, of 14-jarige wens zal het zo zijn. Goh, maar die festivals dat ik daar heb gedaan, hey, dat is toch wel... Dat is de max om te doen. En ik kan dat beter, anders moet je niet aan beginnen. Je hoopt het toch om het beter te kunnen op termijn. Maar dan, naarmate je de studie doet, merk je inderdaad, ja, de eventsector is meer, zoals dat Geert zegt, dan enkel die festivals. Daar zit de beurzensector bij, daar komt audiovisueel bij kijken. Dat is een heel brede sector op zich. En naarmate dat je daarin studeert, merk je ook, eigenlijk die festivals... Dat is tof om er te zijn. Maar bijvoorbeeld de beurzensector. Goh ja, waarom ga ik daar eens geen kaas van gaan proeven? Dat is misschien eens goed om wat ervaring op te doen. Want ik denk dat er heel veel zaken zijn binnen de sector die nog onontdekt zijn als je eigenlijk van de schoolbanken komt. Ja. Dat is ook een stuk waar we het later ook nog uitgebreider gaan over hebben. En van waar liggen inderdaad de kansen en de opportuniteiten voor de mensen die nu aan het afstuderen zijn. Asger, ik heb gezegd, jij bent docent. Ik heb jouw immense cv gekregen. Ik weet niet wanneer jij eigenlijk doseert. Want je zit in Entrepôt, Relax, Gantourage, Tomorrowland, noem maar op. Dat is dus een groot festival. Een festival dat enorm ook dat beeld toont. Hè. Ik ben er zelf nog nooit heen geweest, maar het beeld van... Happy Together, is dat een van de grote rollen toch dat zeker zo'n festivals hebben de dag van vandaag? Dat verbinden van mensen die je overdag in Gent niet verbonden krijgt? Ja, absoluut. Ik denk dat we dat zien. Sectorbreed, zeker bij festivals. Discriminatie is een hot topic. Je ziet het in Amerika, je ziet het hier. En je merkt altijd dat op festivals er zoiets is van allemaal samen. Iedereen is er voor dezelfde passie en dat verbindt mensen. Mensen kunnen nieuwe mensen... Hoe komt dat, denk je, dat we inderdaad daar... tolereren dat mensen anders zijn, andere gewoontes, luidruchtig versus stil, andere religies, kleuren, wat dan ook. Ja, Tomorrowland is daar een beetje de belichaming van natuurlijk. Hè. Want dat is ook wel bewust. Iedereen staat daar met zijn vlag. Je krijgt daar enorm veel verschillende nationaliteiten die daar op die ene plek samenkomen. En er wordt ook een soort vibe gecreëerd, hè, dat die saamhorigheid bestendigt. Hè. Je hebt die muziek, hè, verschillende soorten genres. Je hebt dan die DJ die daar ook bewust een manier op inspeelt. Zeer goede vraag van u. Hoe komt dat? Ik denk dat het echt eigen is aan de sector. En ik heb eigenlijk nog niet al te veel evenementen tegengekomen waar dat er aan discriminatie gedaan wordt of waar je dat echt bewust ziet gebeuren. Er is altijd wel een hele... Zeker in festivals dan, muzikale evenementen, valt dat heel goed mee. Want je ziet natuurlijk ook, en dat ken jij dan ook wel goed, de Gentse feesten. Daar heb je allerlei rangen en standen die daar toch allemaal dan samen... aan het Voske een glas drinken toen het nog mocht. Ja. Ik denk dat muziek meer bepaalt die verbindende factor is. Bij Tomorrowland is het dat soort muziek. Maar zoveel muziek is er nu toch ook niet meer overdag op de Gentse feesten. En toch heb je dat gevoel dat de stad dan opeens toch weer van iedereen is.
En laat ons hopen ook af en toe zelfs nog eens van de Gentenaars. Want zeker bij een Gentsfeest ligt dat af en toe gevoelig. Het verbindende heeft niet alleen te maken met het drinken en daardoor losser worden. Het heeft te maken met muziek, maar ook met dat gevoel van allen samen nu eens buiten te zijn. Ik kan mij voorstellen dat na corona, als het allemaal weer mag, heel vaak wordt verwezen naar die Roaring Twenties. Het gaat erg zijn. Het gaat erg zijn, want... Erg klinkt verschrikkelijk, maar jij bedoelt erg als positief. Erg als veel goesting, maar misschien dat politie en andere overheidsdiensten het erg zullen vinden in een andere betekenis. Ja, want dat verbindende, dat zien we nu ook. Hè. Ik weet niet of jij ook op het, misschien mag je het niet zeggen, op het Sint-Pietersplein stond een paar dagen en weken geleden. Nee. Maar is dat natuurlijk wat mensen dan, ja, ook al als het niet kan, zelf dan maar gaan zoeken, dat sociaal verbinden, waarom ze dan in de zomer zo graag naar Werchter gaan, naar Pukkelpop gaan en noem maar op? Ik denk dat als we gaan kijken naar wat er afgelopen weken is gebeurd op Sint-Pietersplein, dat we daar een beetje de analogie kunnen leggen met in de geschiedenis de drooglegging in Amerika. Wat gebeurt er? Mensen gaan gewoon achter de rug van de overheid moonshine beginnen maken. Die gaan bepaalde bars verstopt achter een geheime wand gaan steken. Echt, allee, het was nu niet zo verstopt. Nee, inderdaad. Maar mensen gaan gewoon gaan... Ze worden, ja, in crisis worden wij creatief. En dat is nu wat er gebleken is. Ja, oké, is goed. We mogen niet naar een evenement gaan. We zullen het zelf wel doen. We pakken een box mee, we gaan zitten, we pakken een pintje mee en we drinken. Ja. En in crisis word je niet alleen creatief, je gaat ook meer naar elkaar op zoek. Dat samenhorigheidsgevoel van, ja, wij tegen de rest, noem de rest dan de overheid die bepaalde beslissingen neemt om geen versterkte muziek meer te laten door de boxen schallen, of noem de overheid of de virologen. Het is wij tegen, wij, ja, met z'n allen tegen. Maar je zou natuurlijk, jullie zeggen het allebei, corona leidt tot extra creativiteit. Heb je dan soms het gevoel, Asger, dat er misschien toch ook kansen blijven liggen vanuit de sector, dat je zegt van dat zouden we misschien wel kunnen doen? Ja, soms wel. Hè. Concreet om mijn case te geven. Hè. Wij geven normaal gezien in de zomer enkele kleine festivals. Dat gaat dan over 1000 tot 3000 personen. Hè. Dus we hebben er een 3-4-tal. En dit jaar hebben we zoiets van, je blijft een beetje op je adem zitten, je hebt alles voorbereid en dan kan dat niet doorgaan. En zijn we eigenlijk in Gent met een zomerbarconcept gekomen. Zeg mij 2 jaar terug, als er je gaat binnenkort een horecazaak hebben, een zomerbar, ja, ik ging gezegd hebben, ja nee, dat is niet mijn ding, hè, dat zal ik niet willen doen. En uiteindelijk hebben wij nu per dag tussen de 300 en 500 mensen ontvangen, heel de zomer lang. Hè. Dus voor ons is dat commercieel wel een succes geweest. Het is daarmee dat ik ook graag de message meegeef van veel mensen uit de sector. Blijf vooral positief denken. Zie de opportuniteiten en blijf ervoor gaan. En zoals Cedric zegt, die creativiteit, die honger om iets, ja, te doen, om mensen toch samen te brengen op de manieren dat het kan. Probeer dat toch altijd nog na te streven. Ja, Geert, in plaats van nu al een jaar niet essentieel te zijn, had je creatief kunnen zijn. Oh, maar zelfs de beurssector is creatief, weliswaar op een virtuele manier. We zijn het nu al zo gewoon dat we Zoom-vergaderingen en Teams-vergaderingen hebben. Ook al lijkt dat heel vaak op een spirituele bijeenkomst. Maar er zijn nu toch al ook al zelfs beurzen die volledig virtueel doorgaan of met virtuele elementen. Ik denk, maar misschien is dat voor een ander debat, dat daar vooral de opportuniteiten liggen. Ik denk zelfs dat jij aan dat ander debat mag deelnemen. Ah, kijk. Ik ben de volger dus nog niet helemaal van buiten. Maar dan, ik denk dan spaar ik mijn bijdrage nog even tot dan. Er is die sociale verbindende rol. Er is ook een andere rol die we gezien hebben, of die nu ingeschakeld wordt, hè, met de vaccinatiecampagnes. Dat was ook het argument bij die zonovergoten terrassen of pleinen, het is niet terrassen, van 2 weken geleden, dat men zei van men zou eigenlijk hier de eventsector moeten inschakelen om die mensenmassa die dan toch allemaal als de zon schijnt naar buiten wil komen, de parken wil inpalmen, om die veel meer te gebruiken. Is dat ook een rol die misschien te weinig gezien werd in het verleden? Goh, ik denk dat mensen, en misschien vanuit het beleid ook, heel vaak gedacht hebben inderdaad, ah ja, de eventsector, evenement, oké, feestjes, klaar. Maar inderdaad, kijk nu, we zien direct, ah ja, vaccinatiecentra moeten gebouwd worden. Goh, waar gaan we kijken? Ah ja, eigenlijk, we hebben daar nog een sectorling, de eventsector. Blijkbaar bouwen die ook standen en zo.
misschien kunnen die ook bepaalde vaccinatiecentra gaan bouwen. En dat blijkt dan te werken. Maar ja, het bouwen van vaccinatiecentra. Voilà. De strategie erachter, dat is niet voor de mensen die het bouwen ook. Maar vind je dan dat de stad of de steden toekoer veel meer gebruik zou moeten maken van die sector om ook inderdaad op momenten dat iedereen buiten komt toch ook een veilige omgeving te creëren? Ja, ik denk dat dat wel al gedaan wordt. Hè. En de vraag is natuurlijk, hoeveel heb je ze nodig? Hè? En kun je zo'n mensenmassa die ongecontroleerd naar Sint-Pietersplein komt, ja, wij kunnen daar als sector wel in helpen. Hè. Maar om nu te zeggen, hey, kom je het eventjes oplossen, denk ik dat het ook moeilijker is. Hè. Maar als we dat op voorhand weten, ik denk dat iedereen staat te springen om te helpen. Hè. Want er zijn er zeer veel mensen die thuis zitten en die passie hebben. En die dat, Ze worden te weinig ingeschakeld. Ja, en ze worden meestal te laat ingeschakeld. Op het moment dat het improvisatie troef is, dan denkt men pas aan de eventsector. Dat is nu net wat event en de opleiding project en eventmanagement zou moeten doen. Dat is net vroeg genoeg er al mee bezig zijn. Hoe beter dat je voorbereidt, hoe minder improvisatie dat je zult nodig hebben. Ja. Om nog even op Cedric zijn punt in te haken, het is zelfs veel erger. Wij hebben moeten zeggen aan de overheid van, weet je wat, er zal ooit moeten gevaccineerd worden. Ja. Waarom zou je dan niet de lege beurshallen gebruiken? En men hoorde het toen donderen in Keulen. Men dacht aan een gemeentehuis of aan de sporthal. Ja, of een theaterzaal. Of een als je dat dan nog zou kunnen combineren. Is Wij hebben er een erezaak van gemaakt op Brussels Expo om dat ene paleis dat nu vaccinatiecentrum is, het grootste van België, je bent er vet mee als er geen vaccins zijn of als de uitnodigingen niet goed binnenstromen. Maar we hebben er de erezaak van gemaakt om het ook mooi aan te kleden. Het oog wil ook wel wat. En ook al is het puur functioneel, arm of schouder ontbloten en een prikje erin, maar het mag wel iets meer zijn. Er mogen bomen staan, er mag een beetje tapijt liggen. Ja. En dan wil ik tot slot nog terugkomen op dat eerste punt dat jij ook aanhaalde, de economische impact. Op dit moment is het beleid enorm gericht op de sectoren, maar natuurlijk, zoals je zegt, één sector brengt een enorme golf teweeg. Hè. Gentse feesten, de hotels zitten vol, de restaurants zitten vol, de parking staat vol. Iedereen verdient er eigenlijk een stuiver aan. Klopt, en men vergeet daardoor wat aan de origine ligt. Of wat of wie aan de origine ligt. Als ik teruggrijp naar die ene studie, van Beuzen is dat nu bepaald. 1 euro levert er 7 op. Bij festivals, bepaalde festivals, Tomorrowland weet dat ook zeer goed. Bepaalde congressen weten het veel beter dan de stad die het ontvangt. En zij komen met andere woorden met een andere démarche bij de venue, bij de zaal of bij het complex. Die zeggen van, wij hebben zoveel nodig. Hoe bedoelde? Ja, u gaat ons betalen om ons congres, onze beurs te hosten. Want wij genereren zoveel miljoen euro. Vroeger was het omgekeerd. Vroeger betaalde men hal, huur. Ja. Dus de shift is begonnen, zeker bij die organisatoren die heel goed meten en weten waar ze voor staan, hoeveel euro of miljoenen euro's zij vertegenwoordigen. Ik zie jou knikken. Ja, absoluut. Ik denk, we hebben een heel harde professionalisering gekend de vorige jaren, denk ik. En we zijn ook heel goed in wat we doen. Ik was 2 jaar geleden in Coachella, het festival dat iedereen kent. Want iedereen denkt, wow, dat is super zot, maar als je van België uitkomt, dan denk je, oei, hier zitten ze echt nog niet zo ver als ons. Dus het is iets dat we echt wel trots op mogen zijn. En we mogen niet onderschatten ook, je hebt evenementen hier in België, maar ook daarbuiten zijn wij heel sterk als land met onze toeleveranciers om dat te bewerkstelligen. Dus eigenlijk, als we terug mogen, zal het wel snel veel teweeg brengen? Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat wel. De hele cirkel zal in gang schieten, de hele ketting zal in gang. En ik heb ook de indruk, de eventsector was onzichtbaar. En we hebben daar met z'n allen gedurende 1 jaar aan gewerkt om, het zij op Facebook, het zij op andere bepaalde media, toch die hulp te krijgen. En ik denk dat de overheid nu ook wel begrip heeft. Begrip en weet waar de eventsector voor staat. Als ik nu een gesprek heb in Gent over de As, Korenmarkt, Velstraat, Langemunt, en als het te druk is, dan is het de eventsector die daar de crowd gaat gaan beheersen. Gaat dat blijven, denk je, zo'n dingen? Ik durf te hopen van niet.
Interessant, interessante slotgedachte. Maak jullie alle drie hartelijk danken en ik zie jullie ook alle drie nog terug bij een volgend thema. Maar toch al, dank je wel. Hallo, ik ben Lien en ik zit in mijn laatste jaar event- en projectmanagement. Ik heb een vraag over de term de Roaring Twenties. Zie je dat effectief nog plaatsvinden binnen dit en vijf jaar of zie je dat niet meer gebeuren? Ja, de Roaring Twenties. Geert, jij hebt het daar straks daar ook al over gehad. Je hebt natuurlijk de Roaring Twenties ook nog meegemaakt. Lijfelijk. Denk je dat het terugkomt? Ja. Ja. Met al zijn uitspattingen? Volmondig, ja. Ja, ik wil nu al reserveren, tickets kopen. We zijn er helemaal klaar voor. En als ik zeg wij zijn er helemaal klaar voor, dan heb ik het niet alleen over de mensen die nu in de brede eventsector zitten, maar de ganse bevolking is daar klaar voor. Bewijzen zijn er. Ja, maar denk je dan ook dat we, Steven, terug naar die grote massa-evenementen zullen gaan? Dat dat er inderdaad, zoals we op Tomorrowland kennen met zijn zillion podia, dat dat allemaal zo terugkomt? Of dat terugkomt? Ik denk dat die vraag dat zeker ja is. Hè. Als je kijkt naar, het werd er net ook Nieuw-Zeeland aangehaald, een bepaald concert van een Belgische DJ. Ik denk alleen niet als er naar verwezen wordt, naar de Roaring Twenties van, en er gaat op een gegeven moment een datum zijn en dan kan het allemaal weer. Dat zal niet zo zijn. Ik denk dat het veel geleidelijker aan zal gaan en dat we zullen ons moeten aanpassen, hè, en dat er wel een moment weer zal komen, misschien niet dit jaar, maar waarbij wat we ooit gekend hebben, dat wel weer gaat terug. Je denkt niet dat de mensen een soort schrik zullen hebben of een angst zullen moeten overstijgen van terug in een massa te durven gaan? We hebben dat ook vroeger met soms, dat waren natuurlijk wel calamiteiten, echte calamiteiten, maar toch ook gemerkt dat er soms schoorvoetend dan pas terug gedurfd wordt. Denk je dat ook? Ja, ik heb er wel een beetje schrik voor. Hè. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die veel naar evenementen gaan en die nu graag een lockdownfeestje doen. Hè. Ik denk dat die hebben daar uiteraard geen problemen mee. Maar je hebt wel de typische brave Vlaming die nu thuis zit en die heel bang is en die zijn al een 10 keer zal ontsmetten. Die mensen zijn er ook. Maar ik denk dat het aan ons is als sector om die gerust te stellen en te zeggen van kijk, wij pakken dat professioneel aan op een veilige manier. Zodat iedereen zich comfortabel voelt daarin. En denk je dat het inderdaad terug richting die grote evenementen zou gaan, of zullen we misschien toch meer naar dat exclusieve, die beleving, en dat dus misschien toch kleiner gaan houden? Ik denk dat er een enorme fragmentatie gaat gebeuren. Ik denk in elk geval in het begin niet. In het begin zal het gewoon alle hens aan dek zijn. Ik bedoel, de slechtste cafés zullen vol zitten, bij wijze van spreken. De slechtste... Denk je dat we iedereen het er meteen weer zal durven als het mag? Ik denk dat zelf slechte zangers zullen werk hebben. Dat is de realiteit. Echter, ik denk dat we overschatten hoe lang dat zal duren. Omdat we... De Roaring Twenties was wel een ander tijdstip. En eigenlijk toen was entertainment, dat bestond niet. Onze sector is de laatste 30 jaar eigenlijk gegroeid tot een economische speler van 7 miljard in België. Groter dan de landbouw, niet onbelangrijk. Dus het aanbod is ook veel breder. En ik denk ook dat de consument die daar naartoe komt veel kieskeuriger zal zijn. Dus ik denk, zal er veel gebeuren? Ja. Zal het exclusiever moeten? Ja. Zal het best in class moeten zijn? Dat zeker. En ik denk dat eigenlijk vooral de uitdaging zal zijn. Want ik denk dat de consument langs de ene kant, een deel van de consumenten zullen absoluut eigenlijk de investering van hun centen zo juist mogelijk willen doen. Want die hebben eigenlijk toch wel inkomensverlies geleden. Langs de andere kant zal die exclusiviteit ervoor zorgen dat die heel exclusieve belevingen juist top-notch zullen moeten zijn. En dat er daar heel veel mensen op zullen willen inschrijven. Dus ik denk dat eigenlijk, bijvoorbeeld in het festivallandschap, denk ik dat er zeker heel veel festivals zullen blijven. Maar ik denk dat er eigenlijk bepaalde types festivals zullen blijven die de volle massa zullen blijven trekken, waar het wij-gevoel heel belangrijk is. En daarnaast, eigenlijk wat we in België gezien hebben, 320 festivals alleen in Vlaanderen, dat is een trend dat ik denk die zich gaat doorzetten, eigenlijk Europees. Waarbij dat we gaan zien van dat eigenlijk festivals die een soort amalgaan aanbieden, dat niet meer gaat zijn, maar dat eigenlijk alles in de niche zal zijn. Alles zal een niche worden en eigenlijk de uber-specialisatie. Ja. Maar natuurlijk... Evenementen of festivals zijn maar een deel van het hele verhaal. Dat is hier ook vanavond al een paar keer heel duidelijk onderstreept. Denk je, Geert, dat we wel naar misschien minder events zullen gaan? En daarmee heb ik het dan over beurzen, congressen, noem maar op. Minder fysieke events zullen gaan, die dan, als ze georganiseerd worden, wel top zullen zijn en misschien groot en exclusief, maar niet het elk bedrijfsfeest, elk nieuwjaarsreceptie nog van VOCA, WBO, noem maar op, dat soort dingen? Ik denk in die eerste fase,
als ze het ons ooit eens zullen toelaten, dat het deksel eraf gaat, dan doet iedereen zijn ding. Ik vind het een mooie metafoor om te gaan zeggen dat zelfs een slechte zanger ook nog werk zal hebben. Wat er daarna gebeurt, eens dat alles weer een beetje in zijn normale plooi valt, daar kan je gelijk in hebben dat dan alleen het beste nog goed genoeg zal zijn. Maar de vraag is, B2C-beurzen, B2B-beurs, in een B2B-beurs blijf ik geloven, ongetwijfeld. Een B2C-beurs die geen niche bespeelt, die zeer breed is, zoals we er in België wel een paar hebben, ik weet niet of dat nog een lange toekomst beschoren is. Dus eigenlijk meer gekozen dingen. Geloof je dat ook, Steven? Ik denk dat gewoon dat er in het algemeen mensen veel meer gaan bij stilstaan. Hè? Is het de moeite waard? Hè? Waarom ga ik daar naartoe? Ook als organisator... Neem ik daarvoor nog het vliegtuig, de trein, maar zo lang? Vooral hè, in de maïsindustrie, als we het helemaal opentrekken, meeting en incentives, ja, ik denk dat daar de grootste aardverschuiving zal plaatsvinden. Hè? Het internationaal reizen naar congressen en zo. Daarin gaan men, hè, zal men toch zeker moeten gaan kijken van oké, in hoeverre trekken wij nog voor dit soort congres... Hè? Die mensen naar Brussel, hè, en zitten al onze hotels weer vol en zo. Daar gaat er sowieso een selectie in gebeuren. Dat is dan B2B in dit geval. Maar ja, ik denk op de lange termijn... Ik geloof nog altijd dat de mens een gewoontebeest is. Hè, en dat dat toch, hè, het bloed kruipt, dat het niet kan gaan, dat dat zich zal herstellen. Ja. Maar dat we inderdaad, zoals dat Bruno zegt, dat dat veel langer zal duren vooraleer we daar weer zijn. En dat je kunt spreken van een soort roaring twenties. Daar geloof ik eerlijk gezegd minder in. Denk je inderdaad ook, als je dat een aantal dingen misschien nog lang zullen blijven of misschien blijvend zullen zijn, als in de protocollen. We zijn nu allemaal bijna gewoon om een mondmasker te dragen, om onze handen te wassen en zo'n spul op onze handen te doen. De verluchting waar enorm wordt op ingezet. Zullen dat dingen zijn die blijven plakken? Absoluut. En ik denk dat je die laatste jaar ook wel een beetje die evolutie zag. Ik was 2 jaar terug in Hongkong. En daar zie je dat veel mensen doffies een mondmasker aan hebben. Je ziet ook op Tomorrowland bepaalde bezoekers een mondmasker aan hebben. Dat was om bijna... Je houdt dat dan de hele tijd aan? Ja, op dat moment wel. Allee, dus voor mij was het ook soms een beetje raar zegt van waarom heb je dat aan of waarom doe je dat? En nu snap je die psyche beter. Dus ik denk wel dat dat een blijver is. Allee, zelf hoop ik van niet. Hè. Maar zeker met internationale festivals, waar ik wel van hoop dat dat een groeiende markt is. En ik denk dat ook wel, dat we dat wel gaan terugzien. Hè. Maar verluchting en horecazaken bijvoorbeeld, daar is al langer een strengere wetgeving op. Ja, ik denk ook voor grote evenementenhallen, dat ook wel iets is dat mensen gaan blijven appreciëren als dat in orde is. Dat betekent dus wel misschien ook minder volk als die protocollen blijven. Want zoveel vierkante meter, zoveel dit, zoveel dat. Minder volk of meer gespreid. We herhalen het eigenlijk te weinig. Er kan of er kon, toen we in september eventjes mochten, er kon eigenlijk veel. Alleen moest men het gaan herdenken. Moest men niet die 10.000 man in één keer door die grote poort toelaten, maar in timeslots. Is dat een blijvertje, denk je, dat je bijna gaat op afspraak naar het museum gaan, wat we nu moeten doen, naar het evenement gaan, denk je dat? Ik denk dat je veel meer hybride events, wat je daar waarschijnlijk wel van gaat blijvend terugkomen, is dat de mogelijkheid zal geboden worden op welke manier wilde jij aan dit evenement deelnemen. Inderdaad, met timeslots, maar evengoed digitaal, ja dan nee. Maar ik spreek mezelf misschien nu wat tegen, maar omdat Asker daar naar verwijst, ik denk dat er wel een bepaalde pandemietrauma misschien wel zal blijven zitten, hè, waarbij dat je inderdaad, je mocht dat toch niet onderschatten, een bepaald deel van de bevolking of die daar die dat toch op een andere manier gaan mee omgaan. En die dus om die reden ook, hè, omwille van alles wat er gebeurd is, gaan zeggen, oké, ik ga niet naar dat congres, ik ga de hybride optie nemen. In dit geval, ik ga van thuis uit meepikken wat ik wou meepikken. Maar eigenlijk, als ik dat wel hoor, om af te ronden, Bruno, het gaat ook eigenlijk veel meer kansen geven, want doordat je inderdaad naar hybride vormen gaat, zou je ook veel meer kunnen doen. Ja, maar ik denk om daarop in te pikken, ik denk dat er een aantal zaken zijn die heel belangrijk gaan worden. Ik denk dat het aspect tijd heel belangrijk gaat worden. Jij wil een evenement, jij wil dat ik je evenement bezoek. Ik moet daar tijd in steken. Wat geef jij mij terug voor mijn tijd? Eigenlijk, want ik kan op mijn smartphone constant geanimeerd worden.
wat geef jij mij als beleving terug voordat ik mijn tijd aan u zou geven? Die interactie wordt heel belangrijk. Zowel voor laten we zeggen, betaald, maar ook voor beurzen, voor congressen enzovoorts. Dus wat kan je mij bieden, voor mij persoonlijk, wat zin het voor mij, voordat ik naar uw beurs zou gaan? Dus dat denk ik dat heel belangrijk is. Ik denk kwaliteit, met EI dan, denk ik zeer belangrijk. Ik denk dat mensen, als ze gaan overtuigd zijn van de kwaliteit die je biedt, dat eigenlijk de norm zal zijn. En ik denk het laatste ook, en ik zie dat toch wel, er zijn een aantal zaken die eigenlijk verbeterd zijn. Laten we zeggen, het gevoel van personal space te hebben is eigenlijk niet onaangenaam. Ik liep vorige week in Gent en dan zie je de mensen voor de bakker aanschuiven. Ik was aan Julie's House, aan het station. Er staan mensen allemaal proper buiten aan te schuiven. Dat een beetje elkaar respecteren en een beetje afstand houden ten opzichte van elkaar. Ik denk dat dat voor heel veel mensen eigenlijk niet onaangenaam is, dat we dat terug hebben. Dat wil niet zeggen dat we naar het theater moeten gaan met allemaal stoelen ertussen, maar het feit van dat je naar een theater kunt gaan in een bepaald soort ruimte, dat je een bepaald soort ruimtelijke beleving hebt, dat er niet zo'n beetje in die lobby staat allemaal, dat je denkt, oh, ik wil hier mijn drankje zonder morsen proberen opdringen, dat belletje gaat, je moet er dan allemaal naar binnen stomen. Ik denk dat personal space in combinatie met tijd en kwaliteit, dat eigenlijk een enorm voordeel gaat worden. En ik denk dat mensen daar een enorm genot van gaan hebben. Dat gaat ook zijn prijs hebben, denk ik dan. Hè? Want automatisch, je kunt niet verwachten dat je die ervaring tegen dezelfde prijszetting als voorheen. Je gaat misschien ook voor dat online gegeven ook moeten betalen. Ja. Absoluut. Het idee van het is online, dat kost niks, dat moet gratis zijn. Maar bijvoorbeeld, dus degenen die nu thuis aan het kijken zijn, het is nu nog gratis, maar de volgende keer. Maar bijvoorbeeld een congres, ik denk bijvoorbeeld een congres, de toekomst van congressen, ik denk dat Geert zijn zaal, Paleis Auditorium 2000, dat heeft een enorme toekomst. Maar ik denk wel dat een toekomst zal hebben in de zin van, je kan naar dat congres gaan, echter. Wij hebben ook een hub in Gent, Gelamco, waar je naartoe kan gaan als je eigenlijk zegt, ik zie op tegen die rit, maar ik wil wel een petit comité het wel volgen, waar dat er ook geïnteresseerden kunnen zijn. En dat er eigenlijk een aantal hubs gaan zijn rondom België waar je naartoe kan gaan. Ik heb het beeld mee, zoals Cedric mij zei, of Enzo, ik weet het niet meer, een van de twee mannen achter dit event. Daft Punk mag dan toch gestopt zijn, maar hun nummer Better, Harder, Faster, Stronger, daar kunnen we ons nog altijd aan optrekken. Mag jullie alle vier hartelijk dank. Hallo, mijn naam is Laura de Smet en ik ben een derdejaars EPM-studente. Ik vroeg me eigenlijk af, in welke mate kunnen pas afgestudeerde EPM-studenten of eventmanagers aan werk geraken? Of zouden we toch onze horizon moeten verbreden en uitkijken naar nevensectoren? Alvast bedankt voor uw antwoord op mijn vraag. Dag! Ik vind wel dat iedereen er altijd stralend uitziet in deze Artevelde Hogeschool. Dus dat zit alvast heel goed, Cedric. Maar inderdaad, want jij praat met heel veel van studenten. Ja. Heb je het gevoel dat de meesten toch in een paniekje zijn geschoten dit jaar van... Wat heb ik nu gestudeerd? Wat heb ik nu gekozen? Goh, niet zozeer vanuit, oh nee, wat heb ik nu gestudeerd? Maar het is vooral als derdejaarsstudent, zoals ze in het filmpje ook aangaven, je moet op zoek naar die stage. Ga maar eens op zoek naar een stage in een sector dat, grof gezegd, op zijn gat zit. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen dan op hun gat te zitten. Dus dat heeft iedereen dan toch een plek gevonden? Wel, dat is een beetje wat er ook wordt aangegeven in het filmpje. Sommigen zijn hun horizon moeten gaan verbreden. Zoals ik al in een eerder deel heb vermeld, wij zijn vanuit de opleiding wel redelijk opgeleid ook in marketing en dergelijke. Dus wij hebben het voordeel dat we ook die kant uit kunnen gaan. Dus dat is alweer iets heel sterk. En ik ben ook daarvoor bij de hogeschool wel echt dankbaar dat dat een optie is geweest. Want ik denk, moest het gewoon echt puur het eventmatige, en event- en projectmanagement, de naam zegt het zelf, je bent niet alleen eventmanager, je bent ook projectmanager. En projectmanager is iets veel breder nog dan het eventmatige alleen al. Maar heb je dan ook schrik voor de dag dat je inderdaad je diploma hebt en dat werk moet gaan zoeken? Goh, schrik. Laat ik het zeggen, het is een stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt, let op, de kans bestaat dat je niet direct werk vindt. Maar ik denk dat het ook allemaal te maken heeft met uw drive. Zoek hard genoeg. Ga op zoek op alle mogelijke manieren. Ga met een docent gaan praten die in het werkveld staat van hey, heb jij misschien geen contacten of kan ik bij u iets gaan doen? Het zijn zulke zaken dat ik denk dat ook een beetje het initiatief aantoont van de student zelf.
heb jij het gevoel dat inderdaad de meeste studenten ergens er toch een draai willen aan geven en er ook een kans willen van maken? Ja. Of zit er toch bij velen wat lethargieën en... Ja, dat is een beetje, ik ga niet zeggen, ons Vlaams pessimisme dat in ons zit. Dat beetje die voorzichtigheid en zo. Dat blijft erin natuurlijk. Het is geen evidente sector om nu direct een job in te vinden. Ik denk dat dat duidelijk is. Je moet daar ook niet onnozel over doen. Maar ik geloof wel dat in de nabije toekomst, als we daar nu gaan kijken, dat er veel opportuniteiten gaan komen voor mensen die opgeleid zijn. Ook betreft de hybride events, die daar ook wel vorming achter gehad hebben. Dat bedrijven op zoek gaan naar die know-how, ook bij studenten en jonge gedreven mensen. En zoals Cedric zegt, als je hard genoeg zoekt, dan vind je wel iets. Ja, want dat is inderdaad een angst die ook door andere studenten in andere sectoren vaak wordt vermeld. Van hoe gaan wij opboksen tegen andere jonge mensen, maar die misschien wel al een beetje ervaring hebben in een sector die terug moet opbouwen? Ik ga heel optimistisch zijn en ik ga het onderbouwen. Je mag echt geen schrik hebben. Deze sector gaat omhoog vliegen als geen één. Ik ga u uitleggen waarom. We hebben des te meer beseft door corona wat het beleving met ons doet. We hebben nood aan authenticiteit. Ik ga niet meer gaan kijken naar reclame. Integendeel zelf, ik ga Spotify kopen dat ik geen reclame meer moet horen. Als ik niet kan doorspoelen mijn reclame, kom ik al onnozel. Allee, VTM, waarom doe jij dat nu? Dus... En als de reclame dan goed is, dan gaan we het wel met elkaar viraal delen via WhatsApp. Die budgetten van goede reclamefilmpjes die gaan naar beleving, naar events. Ik ga een stom voorbeeld geven. Ik ga niet een mini kopen omdat ik dat op reclame op televisie zie. Ik ga die mini kopen omdat ik in die mini mag gaan zitten, daarmee mag gaan rijden en dan een event mag gaan doen. En uit studies blijkt dat ook, dat millennials echt daarop kicken. Dus ik ben er zo van overtuigd dat heel veel budgetten naar events gaan gaan, naar beleving, naar authenticiteit. Jullie moeten absoluut geen schrik hebben. Deze sector zal jullie allemaal nodig hebben. Want wij gaan misschien nog niet in 21, maar in 22, wij gaan schitteren als nooit tevoren. Met dan meer plaats dan de mensen die er nu al in zitten en sommigen die nu al uit de boot zijn. Ja, omdat je had ook andere... Er zijn mensen vertrokken, er gaan meer komen. Dus ik ben er echt van overtuigd dat we iedereen die wilt, die passie heeft, die gaan er in kunnen geraken. En die sector gaat echt floreren. We merken dat des te meer. Het komt echt goed. Nog even, maar het komt echt goed. Ben jij ook zo hoopvol? Maar als ik Katrien hoor spreken, dan kan niet anders. Mijn hart leeft op. Echt waar, de max. Maar ik denk dat ze daar wel een punt aan haalt. Nu situationeel, die stage, dat komt niet meer terug. Je hebt dat niet kunnen doen zoals iemand anders. Maar je mag niet vergeten, we hebben het er net ook nog over gehad, er zijn heel veel... De eventsector is heel breed. Organisatietalent is iets wat je niet enkel louter op evenementen kunt inzetten. Dus je kunt sowieso al vlieguren maken in een andere sector of heel breed. Maar er is ook wel, en dat heb ik in mijn eigen bedrijven ook al gezien, er is wel een brain drain op dit moment aan de gang. Er zijn hele talentvolle, gepassioneerde mensen die al heel lang in de evenementen werken, die gezegd hebben, een jaar op mijn gat zitten, ik zie dat niet zitten. En ze gaan ook niet allemaal meer terugkomen. Dus en daarin volg ik Katrien wel, er zal absoluut wel voor iemand die zegt, oké, ik wil een carrière opbouwen binnen specifieke evenementen, dat gaat sowieso gebeuren. Die kans ga ik krijgen en die job zal er zijn. Op dit moment is het inderdaad wat minder, maar daar geloof ik ook wel echt wel sterk in dat je daar geen zorgen moet in maken. Zal die job toch niet anders zijn geworden? Zijn ze voldoende opgeleid voor wat nodig is morgen? Dat denk ik wel, maar het blijft natuurlijk iets. Evenementen aan ondervinding moet je het leren. Dat blijft iets dat je in het werkveld moet staan. Je moet dingen ondervinden. Je moet een keer vallen en opstaan, zoals bij alle dingen. Dus ik denk het wel. Maar een kleine kanttekening dat ik ook zou willen maken van het komt wel. Bij mijn eigen bedrijf dan bijvoorbeeld nu, kunnen wij eventjes niet meer volgen met aanvragen voor 2022. Dus het is zoveel heel geloop in de toekomst. Ja, concreet dan echt voor trouwfeesten. Mensen willen daar keihard op inzetten. Ze beseffen des te meer wat het belang is om hun naaste mensen, als ze graag hebben, terug samen te brengen. Dus we hebben twee stagiaires en ze zitten het over hun oren in het werk op die manier dan. Dus ik ben absoluut positief ook voor de toekomst dat goed komt. Als ik naar mezelf kijk dan, ik zeg dat niet dat voor iedereen. Maar heb je het gevoel als docent dat ook de opleidingen zullen veranderen om toch meer nog, ik weet het niet,
dat disruptieve, dat flexibele bij iedereen erin te krijgen? Ik denk dat dat in het voorlopen, het voorbije jaar al gebeurd is. Hybride events, dat was een concept dat we onderwezen. Maar ik denk in de loop van de start van de coronacrisis tot nu, zijn we er echt zeer diep op ingegaan. We zetten daar al op in, maar we hebben meer en meer beseft van oké, je hebt het klassieke evenement, maar dan het hybride luik eraan moeten we blijven benadrukken. Het feit dat we iets livestreamen, dat mensen kunnen kijken, dat we andere belevingen online aanbieden. Daar dus ook veel meer technische skills gaan ontwikkelen? Ja, absoluut. Bijvoorbeeld, als we kijken naar een eventvoorstelling, een pitch dat je doet. Vroeger ging men zeggen, ja, ik ga daar van die lampen hangen en zo wat terugzetten. Nu gaan we dat volledig gaan uittekenen in 3D. We proberen ook onze skills zo aan de studenten over te brengen, zodat zij een visualisatie kunnen maken van een concept in hun hoofd. Dus dat zijn wel stappen die we zetten om ook competitief te blijven naar de toekomst. Heb jij het gevoel dat je inderdaad voldoende gewapend bent? Oh, ik denk, om het zeer simpel te zeggen, het feit dat Enzo, mijn mede-organisator en ikzelf dit hier op poten hebben gezet, getuigt één niet alleen van initiatief, maar anderzijds ook van de kunde om het te kunnen doen. En eigenlijk is onze opleiding nog niet eens afgerond. Dus ik vind, eigenlijk op anderhalf jaar tijd, twee jaar tijd, hebben wij eigenlijk alles al gezien. Al de nodige minimale bagage, ik zal het zo even vermelden, hebben wij meegekregen om dit op poten te zetten. Ja. Dus ik denk zeker wel. En die flexibiliteit, dat is ook iets dat je ondervindt door de taken en de opdrachten dat je krijgt van opdrachtgevers uit die samenwerken met de hogeschool dan. Ik denk, ja, zeker wel. Ja, want wat zijn de skills van de toekomst? Maar ik denk dat, eerlijk, als je wilt, als je passie hebt voor hetgene dat je doet, hè, als je bereid bent om nog verder te studeren, het stopt niet na dit. Je moet wel altijd... Ja, iemand zei het daar straks ook al, het is levenslang leren in tuurlijk, onze sector. Maar, ja, tuurlijk, want die sector verandert. Hé. Nu heb je het hybride, die streamings. Dat is ook weer iets nieuws toch dat we heel snel hebben moeten leren. Dus het gaat wel heel tijd veranderen. Je moet een keer kijken naar concerten van vroeger. Ik kijk dan naar de lichten, die parkjes, dat beweegt hier nu allemaal. Ik bedoel, het is op LED, we werken met video, we werken met LED, we werken met content. Kijk naar de Gouden Kaas. Er gaat nog heel veel veranderen, maar als je als student wilt en je hebt passie en je wilt meegaan voor een bedrijf en voor je sector, je mag direct komen bij mij. Echt waar. We zijn er veel aan het kijken. Hè? Dus solliciteer naar. Het is misschien ook wel, ik wil misschien ook nog wel een lans breken voor ondernemerschap. Hè. Het voordeel aan deze sector is, hè, ik denk, je hebt een studie gedaan, je hebt een aantal competenties aangeleerd. En zoals dat jij vandaag in de recht aanhaalt, jullie hebben een heel mooie organisatie neergezet. Er is niemand die tegen jullie gezegd heeft, zo moet dat. Nee, je hebt dat zelf, hè, je hebt dat zelf gedaan. En in die zin geloof ik ook echt wel, de evenementensector is een vrij laagdrempelige sector om in te stappen. Je hoeft niet te wachten totdat iemand je een job aanbiedt of nee. Ik denk ondernemerschap, als er een ene skill is, en daar wordt vaak over gepraat natuurlijk, hè, ook in functies van eindtermen, maar dat is nu echt wel iets, er komt een enorme opportuniteit aan. Hè, om dingen te doen, te organiseren. En gelijk dat, als je zegt, ga maar een keer op je bek, dat is allemaal niet erg. Ja. Er is zeer veel mogelijk. En eigenlijk moet je dat wel vertrouwen geven, denk ik, om iets te doen. Als ik natuurlijk naar Katrien luister, die zegt, ja, er is enorme evolutie geweest. Hè. Vroeger hingen we twee spots op, nu moeten ze draaien, bewegen, noem dat ook. Jij zit meer in de groep van hè, de catering, de hospitality, good food, good vibe. Is daar zoveel veranderd? Maar alle studies zeggen dat ook. Hè. Wat de pandemie gedaan heeft, is een aantal trends die er vooral waren versneld. Hè. En als het over evenementen gaat, wat Katrien ook zo passioneel overbrengt, dat is beleving. En of dat dan nu in voeding is, event catering, of inderdaad op productniveau, die beleving kunnen op veel verschillende manieren overbrengen. Dat is niet enkel een live event, maar ook digitaal. Als je kijkt vandaag, mijn leden... Hoe doe je dat in jouw sector, dat digitaal invullen? Ik ken mensen die dan een webinar doen en dan krijgen ze thuis een pakketje. Zijn dat de... Ja, pas op, op een gegeven moment treedt daar ook wel... Dat zijn mensen die gepassioneerd zijn door hun vak. Hè. En hun vak is in eerste instantie koken. Hè. En om wat Sergio Herman het bakjesmoeheid noemt, dat hebben die ook. Gaan ze niet allemaal vergelijken met Sergio Herman, maar dat is er wel. Hè. Maar wat dat wel zo is, is dat dat belevingsaspect kun op veel meer manieren... Er is een term, moet ik opzoeken, cloud catering. Hè. Ik ben heel in het begin van de pandemie gecontacteerd geweest door iemand. En die zei, ik heb hier een concept, cloud catering, dat gaat werken... Hè. Maar bon, uiteindelijk, op het einde van de rit, wilde wel nog altijd iets tastbaar. En wat is cloud catering?
cloud catering, eigenlijk kwam het erop neer, bijvoorbeeld bij evenementen. Zij waren nog voordat de trend er was van cateringboxen, dat ze zeiden van kijk, een voetbalwedstrijd is een evenement. Normaal gezien zit je, ik zeg maar iets met 10, 15 mensen in zo'n box, een VIP. We willen die beleving, gaan we thuis overzetten met opnieuw digitaal, alsof je naast iemand zit. Je krijgt inderdaad hetzelfde menu, maar dat is hoe zou ik het zeggen? Het is een combinatie van factoren. En er zal wel, is dat niet ieder iets tijdelijk dat we toch weer zullen loslaten? Ja, als het over voeding gaat, ben ik daar eerlijk gezegd altijd wel wat sceptisch over. Het is altijd veel toffer. Voeding heeft ook de bedoeling is daarvan, dat brengt mensen bij elkaar, langs de tafel. Dat is toch nog altijd alleen achter een computer kunnen in een menu zitten eten. Ja, met alle respect, dat gaat er niet doorkomen. Nee. En gelukkig maar, zou ik zeggen. Gelukkig maar Steven, maar. Eigenlijk is een event. En wij zijn eigenlijk een event, dat is een familie. En je komt hier toe in een lege zaal en je bouwt hierop. Je zet hier een moderator, je zet hier technici, je zet hier de catering, je zet die samen. En wij gaan allemaal samen voor het eindresultaat. En dat is één grote familie. En die synergie van catering, klank en licht, eventmeesters, storytelling, dat maakt een event een unieke belevenis. Dat is meer dan een festival, dat is meer dan een fuif, dat maakt het uniek. En het is daarom dat ik ook zoveel passie heb voor deze sector en dat ik er ook tot de laatste snik aan ga voor vechten. Want we moeten daar allemaal van overtuigd zijn dat wij echt een zeer grote toegevoegde waarde hebben. Wordt dat dan niet nog belangrijker? Misschien is het al heel belangrijk in de opleiding. Dat storytelling aspect, dat inderdaad dat het moet kloppen, niet alleen technisch moet werken en financieel het plaatje moet kloppen, maar dat het een verhaal moet worden. Dat is ook heel belangrijk, inderdaad. We spreken veel over de belevingseconomie, dat je die totale beleving moet bieden op een evenement. Ik probeer ook altijd van het eerste moment dat je een student ziet te zeggen, kijk, ze gaan met een agency gaan samenwerken, met een eventmanager, voor die creativiteit, voor die insteek die jij hebt, die zij niet hebben. Dus ook die logistieke kwaliteit, wat ze veel over praten nu met die corona-inentingen en zo, maar vooral dat creatieve, die insteek, proberen door middel van verschillende workshops, verschillende soorten lessen, inspiratiesessies echt wel bij de studenten aan te brengen. Soms krijg ik de reply van een student, ja maar meneer, ik ben eigenlijk helemaal niet creatief. En dan wil ik echt zeggen, iedereen is creatief op hun manier, maar het is gewoon de manier. Geloof je dat echt? Ik geloof dat echt, ja. Absoluut. Ik denk dat het vooral een soort self-fulfilling prophecy is door te zeggen, ik ben niet creatief. De ene is natuurlijk veel explicieter dan de andere, maar ik denk dat je uit iedereen wel iets kan halen. Je moet er gewoon zelf in geloven. En dat er zelf in geloven, dat zeker zijn van je stuk, dat een keer op je bek kunnen gaan en terug recht staan en zeggen, kom aan, ik ga er weer voor de volgende dag. Dat zijn wel essentiële skills die je moet hebben bij ons. En ook kiezen voor de goede partners om je te versterken, omdat eigenlijk 1+1=3 in onze sector. En dat brengt het tot een hoger niveau. Weet je, ik wil gewoon een lange tafel met mijn familie, dat ik al een jaar niet meer gezien heb, mijn grootvader, dat ik al een jaar niet meer heb kunnen vastnemen. En dan een old-fashioned kampvuur met de gitaar en zingen. Hoe, met een gitaar? Toch? Ja, met de gitaar. Ja. En wat ga jij koken voor dat feest? Ja, ik ben op café dan. Ik ben een horecaman en eigenlijk, ik heb zo met een groep vrienden doen we om de zoveel tijd 6-tal cafés en dan raten we die. Ja, dus we hebben dat helaas moeten staken. Dus je hebt een inhaalbeweging. Ik heb het niet thuis verder gezet. Ik heb geen alcoholprobleem, maar voor mij zal het nightlife worden. Weten de mensen dat zelf niet, Steven. Ja, wel, dat is de ontkenning. Ik zit nog in die fase. Zou je het nog studeren, moest je nu 3 jaar terugzitten? En je zit nu in het 6e middelbaar en je moet gaan kiezen? Goh, voor de mensen die twijfelen om event management te gaan studeren, ik zeg, het is nu de moment. Want, je gelooft ook in Katrien haar verhaal. Ja, 100%. Want als je gaat kijken, de mensen die nu gaan starten, zijn de mensen die 3, misschien 4 jaar, als ze een paar drempels zijn tegengekomen. De roaring twenties. Ja, ja. Het is te hevig beleefd. Ja. Dat is dat. Maar het zijn wel die mensen die in die een heropgeleefde sector terecht gaan komen. En het zijn die mensen die zowel de crisis hebben aanschouwd, die zijn daar zelf inzichten uit gaan creëren, wellicht van op de zijlijn, maar hebben daar misschien nog iets meer tijd door gehad om daarover na te denken. En anderzijds, ja, je weet wat de opportuniteiten zijn vanuit de zijlijn. Je kunt er iets mee doen. En de mensen willen terug samenkomen. De term huidhonger is voor iets uitgevonden geweest. Ja.
En dan komt die beleving inderdaad, mensen willen samenkomen en breng ze gewoon samen. Jij denkt dat je volgend jaar een record aantal studenten gaat zien binnenkomen? Ik hoop het altijd natuurlijk. Hè. Ik wil die promotie. Pik je dat al ergens op? Wat zeg je? Pik je dat al ergens op? Voelen jullie al interesse? Of is dat nog te vroeg? Ik denk dat dat nog iets te vroeg is. Natuurlijk ook het aard van het beestje. Iedereen zit thuis voor zijn computer. Hè. Ik denk dat de mensen van de marketingdienst die online gegevens hebben, dat wel een antwoord op kunnen geven. Hè. Maar je hebt natuurlijk die fysieke touchpoints niet meer, hè. Maar ik geloof er 100% in. Hè. Ik voel het zelf aan in ons bedrijf. Ik voel het zelf aan als studenten als ze er goestingen hebben. Ik zie het bij mijn vrienden. Je zou het nog durven aanraden aan je buurmeisje? Zeker, absoluut. Ja. Zeker nu, absoluut. Oké, maar ik ga één ding alleszins niet ontkennen, dat ik het alvast een bijzondere, interessante avond vond. Benieuwd wat het overlegcomité vrijdag zal bieden, dat zullen jullie al weten als jullie aan het kijken zijn. Wij zijn nog aan het hopen op perspectief en stappenplannen. En wie weet komt het er ooit van. Mag ik jullie alle vier en jullie thuis ook allemaal hartelijk danken.